Nou, de vraag is, zijn vrouwen te vertrouwen? Er zijn wel vrouwen geweest in mijn leven die niet helemaal eerlijk tegen me zijn geweest. Maar ik vind dat communicatie daar toch wel weer belangrijk in is. Martina, waar zijn we nu? We zijn in de bioscoop, want hier draait de film Hustlers. En dat gaat over vrouwen die mannen bedriegen. Met listen beroven ze mannen. Want zijn vrouwen te vertrouwen? Mijn student Annika is in dat onderwerp gedoken en we gaan met haar praten. Annika, we zijn hier bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht, afdeling Bijzondere Collecties. Ik ben heel benieuwd naar wat jij ontdekt hebt. Zijn vrouwen te vertrouwen? Nou, ik heb ten eerste ontdekt dat het beeld van vrouwen als bedriegelijke wezens eigenlijk al heel erg oud is. En daarom wil ik je even meenemen naar het verhaal van de zeven wijze mannen van Rome. Dat is een verhaal dat in de middeleeuwen ontzettend wijd verspreid is geweest. Dit is een verhaal waar de keizerin van Rome haar stiefzoon ervan beschuldigt haar te hebben verkracht, terwijl hij dat niet heeft gedaan. En de leermeesters van de keizerszoon, die geloven dat hij onschuldig is. En die proberen de keizer ervan te overtuigen dat de prins de keizerin niet heeft verkracht. Maar de keizerin die komt iedere dag ook bij haar man. En die vertelt dan een verhaal waarmee ze juist probeert te zeggen dat de keizerzoon wel schuldig is. En zo krijg je dus een soort van tweestrijd die zeven dagen lang duurt. En op de achtste dag maakt de keizerzoon dan duidelijk dat de keizerin al die tijd overspelig is geweest. Dus ze heeft een buitenechtelijk vriendje. Dan gelooft iedereen ook dat hij onschuldig is. Dus dan komt het toch goed. Wat ik zelf heel interessant vind, is dat de zeven wijzen, die dus de keizer ervan proberen te overtuigen dat de keizerzoon onschuldig is, als argument gebruiken dat die keizerin een vrouw is. Even kijken naar één pagina, dus één mooi citaat. Want daarin gaat geen kwaadheid boven die kwaadheid der wieven. Dat ik u ook wel woude bewijzen dat die wieven vol zijn van leugentallen. En de gie wilt uw zoon over uw wijfs woorden laten doden. Dus hij zegt hier eigenlijk dat er geen kwaad gaat boven de kwaadheid van vrouwen. En je moet dus ook niet geloven in het woord van een vrouw. De keizer die moet dus kiezen tussen zijn zoon, spreekt hij de waarheid, of zijn vrouw. Liegt zij of spreekt zij de waarheid? En de wijzen zeggen, alle vrouwen zijn niet te vertrouwen. Nou, dat klopt. En dat vindt de keizer dus een overtuigend argument. En dat zegt heel erg veel over hoe vrouwen in de middeleeuwen in beeld worden gebracht. Mag ik wat vragen? Ja, zeker. Zijn vrouwen te vertrouwen? Dat vind ik een grote vraag. Ik vind het lastig om te zeggen of vrouwen in het algemeen niet te vertrouwen zijn. Ik denk dat in het algemeen sommige mensen niet te vertrouwen zijn. En dat er weinig over te zeggen is omdat vrouwen specifiek zijn. Er zijn wel vrouwen geweest in mijn leven die niet helemaal eerlijk tegen me zijn geweest. Maar ik vind dat communicatie daar toch wel weer belangrijk in is. Vooral mijn stiefzusje heeft, ja, die is niet altijd even eerlijk geweest. Een lastige puber geweest. Maar dat verandert niet mijn beeld voor vrouwen over het algemeen. Ik denk dat een middeleeuwer die dit hoort of leest, meteen moet denken aan personages uit de Bijbel. Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Want in de Bijbel komen natuurlijk ontzettend veel bedriegelijke vrouwen voor. Dat begint dus al bij de eerste vrouw, Eva, die van de verboden vrucht at. En toen samen met de eerste man op aarde, Adam, uit het paradijs is gezet. Omdat ze dus iets deed wat niet mocht. Dus onze oermoeder is al neergezet als iemand die bedriegelijk is. Ja. En dat werkt natuurlijk door naar alle vrouwen die dus, omdat die oermoeder bedriegelijk was, ook als bedriegelijk worden gezien. Ik moest denken aan Jozef die door de vrouw van Potifar valselijk beschuldigd werd van verkrachting. En dat was in de middeleeuwen nog niet eens het populairste bijbelverhaal met een bedriegelijke vrouw erin. Dat was het verhaal van Simson en Delila. Simson is een hele sterke man met hele lange haren en zijn kracht zit in die haren. En Delila komt dat te weten en dan laat ze 's nachts zijn haren afknippen, waardoor die dus heel zwak wordt. Maar hoe weet je dat dan, dat het populairste verhaal is in de middeleeuwen? Nou, je ziet het terug op middeleeuwse haardstenen, tapijten, in boeken, verhalen. Het is gewoon heel wijd verspreid geweest in de middeleeuwen. Juist. Nu heb jij onderzoek gedaan naar dat middeleeuwse verhaal, de zeven wiezen en dat vrouwbeeld daarin. Maar is dat bij dat verhaal gebleven? Nou, er zijn nog wel heel veel andere verhalen met bedriegelijke vrouwen erin. Hier liggen een aantal vroegmoderne toneelstukken. Zo heb je de broekdragende vrouw, de schijnheilige vrouw, 1691. De vrouwbewaarder bedrogen. En 1707, fantastisch. Dit is een kluchtspel, dat is ook een soort van toneelstuk. Met humor, hè? Humor, ja. Het heet De Stiefmoeder. Het gaat ook gewoon weer over een vrouw die met vlijmscherpe woorden Jan en alle man bedriegt.
Dus wat mij nou opvalt, ik heb het idee dat dat bedrog van die vrouwen in deze kluchten en ook in het verhaal van de Zeven Wieren heel erg met woorden gebeurt. Ja, dat idee heb ik ook. En natuurlijk wel een klein beetje ook met daden, want nou, die stiefmoeder die was ook gewoon overspelig. Juist, ja. Maar woorden zijn wel echt het belangrijkste middel van vrouwen als het gaat om bedrog in dit soort verhalen. En wat ik ook gezien heb, is dat de bedriegelijkheid van vrouwen niet alleen in de Bijbel voorkomt en in de kunst, maar ook in de biologie. Zo'n pontificale afbeelding van een vrouwenlijf. En in de middeleeuwen hadden ze echt hele theorieën op basis waarvan ze de vrouw tot een soort van inferieur wezen maakten. Dus ze was minder belangrijk ook echt dan de man. En daar lag dan allerlei biologisch gedachtegoed aan ten grondslag. Dus de vrouw werd gezien als een mislukte man, zoals Aristoteles bijvoorbeeld heeft geschreven? Ja. In de late middeleeuwen werd de vrouw echt beschouwd als mentaal en fysiek minder waardig aan de man. Het mannelijke was de norm. Ik denk dat tegenwoordig het meer stereotypisch is dat mannen niet te vertrouwen zijn. Dat die sneller vreemd gaan in die zin en dat vrouwen meer met vriendschap niet te vertrouwen zijn. Ik denk het wel. Ik denk dat vrouwen die roddelen wel heel veel. Oh ja, dat. Ja. Ik denk dat heel gauw... Dat je tegen elkaar al zit van ja, die en die is stom, weet je wel, dat soort dingen. En dan als je tegen tegenkomt, hey vriendin, ja. Lang niet gezien. Ja. Dus dat soort dingen. Ken jij nou nog wat bedriegelijke vrouwen vandaag de dag? Misschien Hillary Clinton. Werd die niet door Donald Trump ook helemaal zwart gemaakt omdat ze bedriegelijk zou zijn? Oh ja. Dus van stiefmoeder uit jouw Zeven Wiezen roman naar Hillary Clinton. Een regelrecht lijntje. Ja, en het is dus bij allen de vraag of ze daadwerkelijk bedriegelijk waren of zijn. Het verhaal zal altijd genuanceerder liggen dan dat. Maar dat beeld van dus al die vrouwen als bedriegelijk, dat stond wel sterk. En zijn vrouwen te vertrouwen, Martine? Ik weet nu dat beeld al uit de middeleeuwen stamt, dat het toen werd gecreëerd en onderuit gehaald. En dat is vandaag de dag niet anders.